zijn nu live. We zijn van de rijen, een stukje. Mooi, hè? Ja. Ja. Hé, hey, Mats. Ja? Hoe vind je papa's nieuwe auto? Ja? Ja. Nou ja, die CLS voor mij, ja, die heb de bruider aangegeven. Heb ook geen zin meer om daar nog heel veel cent in te steken om te maken. Ik hou hem nog wel een tijdje. Misschien dat er een hobbyisme aan de gang kan. En we rijden nu gewoon weer een S-klasse. En dat is ook leuk, moet ik het zelf zeggen. Gewoon een oude pooienbak, of niet, kerel? Ja. Ja. Super. Het rijdt erg mooi, ik kan hem iedereen aanbevelen, hoor. Even die dingen regelen. Wat gaan we eten vanavond, Pip? Zuurkool. Ja, nou, je vader is er gek op. Tenminste wel met spekjes dan, hè, en rookworst. Hoe niet, ouwe? Hé? Ja. Oké, dan. Mensen, ik wou even zeggen, vanavond om 9 uur gaan we live. Ja, dit is nog even een vooraankondiging voor 9 uur. Ik heb er zin in. En dan gaan we weer even kijken of we een boete kunnen scoren. En of die smeres een shirtje van me aanneemt. Want het is natuurlijk tegen zijn ambt. Ja. Nou goed, we gaan het zien. Nou, als hij hem wel aanneemt of niet aanneemt. Als hij hem niet aanneemt, neem ik zijn boete ook niet aan. mensen, ik ben even druk. Ik ga jullie even weer verlaten. Ik zal veel vaker live gaan met jullie. Want ik vind het ook best wel gezellig eigenlijk. Jij ook, hè, Matsie? Ja, hè? Ja. Maar ze vindt het ook heel gezellig. Dus ik spreek jullie. Ik spreek jullie om 9 uur. Ik ga even lekker eten. Even lekker smerig doen met de vrouw. En dan gaan we uitgerust de auto in straks. Bus! Maar mag ik later.